Ik denk dat het heel verslavend is. Perfectie bestaat niet. Ik wil hem wel echt zo. Doe hier nog maar een beetje, doe daar nog maar een beetje. Dus jij vindt het niet erg als je ziet dat het nep is? Nee. Oh ja, ik kan nog wel iets dunner. Dus we creëren eigenlijk de beste versie van onszelf op social media. Ja. Ik word er gewoon zelf bij je onwel van, hoor. Uiterlijk, botox en fillers zijn een trending topic onder de jongeren. Maar waar komt deze hype vandaan? Waarom willen zij iets aan zichzelf veranderen? Om daarachter te komen ga ik vandaag in gesprek met een psycholoog en ga ik op pad met de 22-jarige Talita. Zij krijgt vandaag voor de derde keer lipfillers. Hoi. Yes. Hoi Talita. Wat leuk dat ik vandaag met je mee mag. Ja. Vind je het spannend? Ik vind het heel spannend. Ja? Ja, het is toch altijd toch wel die naald, zeg maar, die in je lippen gaat. En ik weet wel wat ik moet verwachten, maar dan nog... Ja. Ja, het blijft altijd toch wel een dingetje. Nou, ik ben met je mee om je er een beetje doorheen te slepen vandaag. Ja. Ik vind het heel leuk dat ik mee mag. Ik heb het nog nooit gezien. Dus ik ben überhaupt benieuwd hoe het eruit ziet en of het echt zo makkelijk is als het misschien lijkt. Zullen we gewoon naar binnen gaan? Ja, is goed. Oké, okay, top. Hoi. Hoi. Hoi Talita. Uiterlijk is heel erg belangrijk voor mij. Ik ben er echt elke dag mee bezig. Denk wel elke minuut ook mee bezig. Maak je uiterlijk je dan wel eens onzeker? Ja. Ja. Ja, heel erg. Vooral omdat ik er natuurlijk zoveel mee bezig ben. Eigenlijk wordt er wel een soort van druk op mezelf gelegd. En het is af en toe wel heel lastig, maar... Ja, maar wie legt daardoor... die druk er dan op? Ja, ikzelf. Oh, het doet ook een beetje iets met je vriend. Ja, klopt. Waarom doet het je iets? Ja, omdat ik zo perfectionistisch ben. En eigenlijk kan het ook wel een stapje terug. Ja, maar toch ga je lippen opspuiten? Ja, ja. Omdat het iets... Dat ik vind het gewoon heel mooi, ja. En voor wie denk je dan dat je het doet? Doe je het dan voor jezelf? Of doe je het dan toch voor de buitenwereld? Ik doe het voornamelijk echt wel voor mezelf, omdat ik het echt mooi vind. Omdat ik, als ik zelf in de spiegel kijk, wil zien van... Oké, dit is gewoon mooi en dit is voldoende. Maar toch ook wel een stukje altijd voor de buitenwereld. Uiterlijk is voor Talita dus ontzettend belangrijk. Maar waarom willen we er zo perfect uitzien? Iemand die me daar meer over kan vertellen is psychologe Roos Woltering. We gaan het voornamelijk hebben over de perfectie en de psychologie daarachter. Want waar komt deze drang naar perfectie vandaan? Perfectie bestaat niet. Mm-hmm. Perfectie betekent kan niet beter. Nou, denk even met me mee naar datgene wat jij hebt gedaan, gepresteerd hebt in het leven... waarvan je achteraf zegt, objectief, had niet beter gekund. Zou je iets kunnen bedenken? Nee, ja, maar ik ben sowieso extreme perfectionist en heel erg ontevreden. Al is het echt goed. Ja. Ben ik alsnog ontevreden. Dus ik herken mezelf hier heel erg in. Dat het nooit goed genoeg is. Want het kan altijd beter. En als je dus streeft naar die 100% die je dus nooit gaat bereiken, loop je dus het risico, wat je zelf eigenlijk ook al zegt, dat je nooit tevreden bent met datgene wat je hebt. Nou, wat we graag willen is we voldoen aan de verwachtingen die we denken dat anderen van ons hebben. Maar er zijn mensen die daar net wat meer waarde aan hechten. Ik hoor best wel vaak de uitspraak als iemand iets aan zichzelf heeft veranderd. Ik doe het echt voor mezelf. Mm-hmm. Wat is jouw mening daarover? Doe je het echt voor jezelf? Nou ja, ik geloof daar... Ik zeg niet dat het nooit zo is. We kijken naar onszelf door de ogen van anderen. Mm-hmm. Dus die ander speelt gewoon een ontzettend belangrijke rol in bijna alle keuzes die we maken. Ja. Elke vrouw is onzeker over bepaalde dingen. Vroeger werd ik best wel gepest met mijn neus. Omdat ik hier een soort van inkeping heb en ik heb een wipneus. Ik zou graag volgend baard willen hebben. Ik ben gewoon een plank. Ik heb niet echt borsten en zeker geen billen. Ik ben geboren met oranje haar, bos krullen en ik ben op de basisschool gewoon heel erg mee gepest. Ik heb hele grote oorlellen en vierkante oorlellen, kijk. Zelfs ik met mijn volle lippen heb wel eens gedacht, ja, misschien moet ik ook wel lipfillers nemen om mijn lippen nog groter te maken. Ik kan zo opstijgen met net Dumbo de olifant. Mijn vriend zegt ook, nu moet je echt ophouden met die obsessie voor je kont. Want of je moet de hele dag gaan squatten, of je moet nu je mond houden. Ik wil mezelf niet onnodig afkraken. Daar win je gewoon echt niks mee. Je kan niet perfect zijn, maar daar struggelt iedereen mee, ook ik. Ik ben wel een voorstander van embrace your perfect imperfections. Zijn er nog meer dingen die je aan jezelf wilt veranderen? Eigenlijk traag ooit behandeling voor wallen om je ogen. Ja.
kinfillers en in je kaaklijn en jukbeenderen voor meer contour in je gezicht. Ja, ik zit ook wel aan een borstvergroting te denken en misschien iets aan mijn neus. Er komen gewoon steeds meer dingen bij, omdat het dan zo makkelijk is van oké, als ik dat op laten doen, kan dat ook wel. Ja, dus die drempel wordt steeds lager als je één dingetje doet. Ja, tegenwoordig is het eigenlijk een soort van normaal of zo. Ik vind het wel goed dat het er is. Ja, dat als je gewoon onzeker bent, dat je wel iets eraan kan laten doen. Heeft social media, denk je, daar een rol in? Je ziet wel die foto's op social media verschijnen natuurlijk van die meiden. Van wauw, dat is wel echt heel mooi. Weet je, oh, dat wil ik ook heel graag. En ja. Ik sla altijd die plaatjes op en dan gebruik ik dat vaak wel als voorbeeld, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld Kylie Jenner en meiden van Jordi Shore, bijvoorbeeld Charlotte en Chloe. Ja. Dat is echt wel, die zijn, nou ja, die hebben best wel gewoon een nep gezicht nu. Maar dat neppen vind ik juist mooi. Ja? Dus jij vindt het niet erg als je ziet dat het nep is? Nee. Nee? Nee. Maar denk je dat je er echt blij mee gaat zijn? Ja. Ja. Ja? Ja. Ik voel een soort van twijfel. Ja, maar dat is toch nooit goed genoeg. Maar ik ben er op dit moment wel blij mee. Oké, zullen we gaan? Ja. Ik vind het helemaal spannend worden. Ik heb nog nooit fillers gezien, hè? Wat is dan de rol van sociale media op het creëren van je eigen zelfbeeld? Nou, wat laten we zien op social media? We laten het perfecte plaatje zien. En iedereen doet dat en we weten dat wel. Ja. En toch zien we die foto en denken we, zo zou ik er ook wel uit willen zien. Ja, dus toch maak je onzeker terwijl je wel al weet van het is het perfecte plaatje. Dat is wel het beeld waar we onszelf aan spiegelen. En het gekke is dat we ook gaan geloven in het beeld dat we van onszelf maken. Dus we maken natuurlijk ook selfies van onszelf. En creëren vervolgens daarmee het perfecte plaatje van onszelf. Wat we op een gegeven moment meer als waar gaan zien dan hoe we er echt uitzien. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus we creëren eigenlijk de beste versie van onszelf op social media. Ja, en je wordt bijna teleurgesteld als je dan een keer een echte foto van jezelf ziet. Ja. Denk je, maar zo zie ik er toch niet uit. Ik zie er toch uit zoals dat gladgestreken gezichtje. Gladgestreken kopje, inderdaad, met dat perfecte filtertje erover. Ja. Dus in ons hoofd komt er ook een soort van verwarring over hoe we er daadwerkelijk uitzien. Oké, rationeel gezien ben ik redelijk zelfverzekerd en zou ik niet zo snel iets aan mezelf veranderen. Maar nu heb ik wel gemerkt, sinds ik dit werk doe, dat ik ook wel weer een soort van invloeden krijg, waardoor ik toch een beetje over na ga denken. En daardoor ben ik echt heel benieuwd, want er is volgens mij een test die ik kan doen om te kijken of ik er gevoelig voor ben. Mm-hmm. Die gaan we volgens mij doen. Ja, toch? Dat klopt. Alsjeblieft, ik heb deze voor je. Vooral niet te lang nadenken over het antwoord, gewoon je eerste ingeving. Ja. Oké, spannend. Ik vind het belangrijk wat anderen van me vinden. Ik heb nooit kritiek op mezelf. Ik ben trots op mezelf. Ik heb veel vertrouwen in mezelf. Ben je klaar? Yes. Oké, kijk er heel even naar, ja? Ja. Kom ik zo weer terug. Is goed. Het voelt helemaal alsof ik mijn examen aan het doen ben. Ik denk dat het heel verslavend is. Ik heb het al ervaren met mijn liposuctie. Dat heb ik één keer gedaan. Nou, in oktober ga ik weer. Het is voor mij denk ik niet verslavend om iets aan mijn uiterlijk te doen. Ik denk wel dat er veel vrouwen zijn die er ook een beetje in doorslaan. Ik moet wel zeggen, als je één ding ziet, dan zie je ook de rest. Je gaat wel steeds meer dingen zien. Oh ja, ik kan nog wel iets dunner en platter. Doe hier nog maar een beetje, doe daar nog maar een beetje. Dus je ziet het zelf niet meer. En dan gaan ze er nog iets in doen. En dan worden het allemaal van die eentjes die hier de dag zo zitten. Dat is denk ik ook waar de meesten de fout in gaan. Dat het ineens dit is. Ik doe het echt wel voor mezelf. Ik kijk elke dag in de spiegel. Ik moet elke dag naar die kop kijken. Ik wil gewoon dat het er goed uitziet. Roos heeft mijn zelfbeeldtest nagekeken. Het is tijd voor de uitslag. The moment of truth. Hi. Yes. Ik kom bij je zitten. Ja. Je spreekt makkelijk uit waar je grenzen liggen. Je kan het aangeven als je ergens het niet mee eens bent. Ja, je bent in staat om nee te zeggen. Zeker. In dat opzicht weet ik wel goed wat ik wel en niet wil. Ja. Het andere ding wat me opvalt is dat je wel heel kritisch naar jezelf toe bent. Voor jezelf vindt dat de lat daar moet liggen en dat je altijd het maximale uit jezelf moet halen. Mm-hmm. Ja, nee, volledig mee eens. Volledig mee eens. Ja. Ik heb ook het gevoel van, ik ga niet falen. Nee, oh ja. Een soort van. Ja. En ik weet dat dat ergens ook niet goed is om dat te denken. En als we het nu erover hebben van of mijn karakter dan beïnvloedbaar is voor cosmetische ingrepen, voor botox of fillers.
Ik denk om heel eerlijk te zijn dat iedereen die zijn uiterlijk belangrijk vindt er op een bepaalde manier beïnvloedbaar voor is. Ja. Ik denk alleen niet dat je in een gevarenzone zit op basis van wat je me nu hebt laten zien. Dus ik denk dat je daarin ook in staat bent om een goede afweging te maken. Het is tijd om eindelijk te zien hoe die fillers worden ingebracht. Talita krijgt eerst een verdovende crème op haar lippen, zodat ze straks niks van de behandeling voelt. Welkom. Je bent hier voor het eerst. Ja, klopt. En ik zag in je vragenlijst dat je eerder je lippen ook hebt laten doen. Ja, klopt. 2 keer. Wil je een subtiel resultaat of wil je dat mensen ook echt zien dat het... Ja, ik heb een plaatje. Ik wil wel echt zien dat mensen... Kijken. Ik wil hem wel echt zo... Uiteindelijk, dat is wel heftig. Ja, dat kan natuurlijk niet nu in 1 keer. Maar ik heb natuurlijk onder is al... Ja. Dit is echt groot, man. Ja. Dat is wel extreem. Ja. Maar je gaat niet voor een natuurlijke look. Nee. Ik zou het per keer bekijken. Ja. En niet alvast dit willen. Nee, maar ik bedoelde, dit was een beetje als voorbeeld van... Oké, bij dit model is de bovenlip nog heel groot, maar wel mooi naar boven. Ja. Dat gaat bij jou niet lukken. Oké. Het komt meer naar voren toe. En dat ziet er, ja, dan krijg je een soort van duckface. Ben je dan bang dat je misschien onwel wordt? Nee, dat niet per se. Maar ik doe altijd wel gewoon lekker mijn ogen dicht. Dat maakt me wel meer ontspannen, zeg maar. Ja. En dan zie ik de naald ook niet. En dat is toch wel, ja, toch wel even een rustig gevoel. Okay. Ik maak nog even wat foto's. Ik vind het echt heel spannend. Ja. Wil je mijn hand knijpen? Ja? Oké. Doe je mond maar open. Dan ga ik het even poetsen. Oké. Aan de bovenkant voel ik het nog. Het ziet er zo niet prettig uit en ik weet dat je niks voelt. En ik weet dat het allemaal meevalt, ja, maar het ziet er niet prettig uit. Doe maar weer open. En het zal voor meer dan 50% slinken. Gaat het? Ja. Ja. Man, ik vind het maar pijnlijk uitzien. Ik word er gewoon zelf bijna een klein beetje onwel van, hoor. Doe maar open, verder open. Mijn god, ja, sorry. Ik kan hier echt niet tegen. Oké, het waren de prikjes. En nu ga ik het masseren, zodat... Nu masseer ik het. Als ik het eruit spuit, dan dat komt er nooit recht uit. Ja. Dat was hem. Hoe vind je het? Wat is je eerste reactie? Ja, ik vind het mooi. Ja? Maar dit is natuurlijk niet hoe het eruit ziet. Dus alle de zwelling is best wel heftig natuurlijk. Ja, maar je wil ze wel dik. Ja. Dus dit is eigenlijk wat je zou willen in die end. Ja. Toen ben ik bijna gewoon aan mijn lippen en mijn gezicht. Maar ik vind het mooi. Okay. Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat ik met je mee mocht. Ja. Ik vond het heel interessant om het nu van dichtbij mee te maken. Ga je de knuffel geven, dankjewel. Ja. Succes met het koelen. Omdat ik Talita heb gesproken, de psycholoog en natuurlijk ook even de arts, kan ik wel stellen dat social media de drempel om botox en fillers te nemen toch wel lager maakt. Ik weet niet of dat iets ergs is, want het is iets van onze tijd en social media speelt natuurlijk gewoon een grote rol. Maar ik vind het wel belangrijk dat die drempel niet zo laag wordt dat het de normaalste zaak van de wereld wordt en dat iedereen maar gewoon botox en fillers neemt en er niet meer goed over nadenkt. Want je verandert toch wel echt iets aan je uiterlijk. Vergeet allemaal niet te liken en te abonneren, want volgende week duik ik nog verder in de wereld van de cosmetische industrie. 12 jaar en die wil al iets aan haar lippen doen. En heb ik weer een experiment. Kijk dus. Hey.